Naar dag 3 van deze 69ste avondvierdaagse. Je ziet de woensdag. Dit keer is je vaste spreker Joey Theekamp terug van weg geweest. En natuurlijk heb je alle oude bekende rubrieken zoals de afgelopen edities. De vrijwilliger van de dag. De route van de dag. De samenvatting. En het interview met Albert Gaal. Ja, dat was weer de derde avond van de avondvierdaagse. Goed om vast even te noemen, de slotavond wordt live uitgezonden op YouTube. De uitzending begint om 8 uur en dan kun je ook live natuurlijk het slotinterview met Albert Gaal horen. Tijd voor de samenvatting. En dan de route van woensdag. De 5 kilometer loopt natuurlijk een niet al te lange ronde, maar wel een mooie ronde. Want ze gaan richting Noordersingel, Trompmeesterstraat en dan richting Tremlaan. Daar bij het busstation zullen ze het spoor overgaan richting Eesveen, een rondje Wold mee te nemen. Klein stukje richting de vesting en weer terug via de Eesveenseweg, Stationstraat en de Kerkstraat de markt in. Ja, en daar is Milan ten Wolde. Die is jarig. Milan, kom er even bij. Ja, hey jongens. Milan, en ik zie ook dat er bij de Emanuelschool ook een stelling op ons volgen. Ook iemand jarig is. Kom maar even. Zijn jullie alle drie jarig? Hoe heet jij? Klopt, we gaan even wijzen. Jullie kennen elkaar, kom altijd in studie de rond. Komt heel goed. We gaan met samen even zingen. Voor deze twee jarigen en Esther Linda, maar die komt straks, die is ook jarig. We gaan zingen. 1, 2, 3. Kilometer loopt een grote ronde met onder andere de Onderduikersweg richting Residence de Eese. Dat is een mooi rondje bos dus. En de 15 kilometer gaat via de Onderduikersweg de Bult op. Zij zullen Camping de Bult zien en via een mooie wandeling door het bos en het Woldmeentepad komen zij weer terug via de Kerkstraat op de markt. Yeah.
allemaal in de klas zitten. Hoe ik op zo'n beetje zitten. De vrijwilliger is deze keer de vrijwilliger van de EHBO. Super belangrijk, maar laten we hopen dat ze ook deze editie zo weinig mogelijk te doen hebben. Want als het EHBO lekker rustig kan rondkijken, gaat het met de wandelaars goed. Ik zit nog niet zo lang bij het Rode Kruis. Eigenlijk nog maar, ik denk een maand. Dus ik ben nieuw. En wat we hier doen is hetzelfde wat we ook altijd bij de andere verenigingen deden. Dus, de controle of eventueel, in dit geval dus blarenbehandeling en alles. Ja, dat klopt inderdaad, de basisdingetjes. En ja, mocht er wat zijn, dan zijn we er voor de mensen. En vooral genieten, en meekijken. En jullie gaan ook naar andere steden? Ja, binnen onze afdeling. We zijn opgedeeld in verschillende afdelingen. Onder andere Sint-Jansklooster draaien wij de avondvierdaagse. Maar daaromheen draaien we eigenlijk allerlei evenementen. Avondvierdaagse is een gedeelte van. En daaromheen doen we nog allerlei andere activiteiten en feesten. Vandaag gaat de markt in Steenwijk. Behalve bij Café Brasserie Cicero. Behalve bij Mark 74 en Tennessee en de Heren van de Rechter. Hier is de Pennaxel! Ja, dat was weer de derde avond van de Hamvierdaagse. We hebben vandaag weer heel mooi weer, alleen het één klein buitje gehad. Maar dat deed het niet natuurlijk. De mensen die hebben en de kinderen die vonden het geweldig om te lopen. Klein beetje nat, maar toen maar. Niet zo'n bui als maandag, maar het af moesten lassen. Dus eerst dacht ik van, dat gaat helemaal mis vanavond. Maar toch niet. En we hebben een mooi korps gehad uit Wommels. Wees hier geweest met de Mariette, dat zijn allemaal geweldig. Er zijn geen incidenten geweest, helemaal niet. Dus één meneer is behandeld. Met blaren, dus maar verder voor de rest alles goed gegaan. En ik zou zeggen, tot morgenavond.